ook zeer recalcitrant, laat ik het zo zeggen. En de basketballen voelde ik me helemaal vrij. En dan kon ik alles laten gaan en helemaal mezelf zijn. Alles viel van me af. Ik ben zelf de straten letterlijk opgegaan van, goh, willen jullie niet meedoen aan het proces hier? En gewoon, laten we samen een feestje ervan maken. Streetbal is eigenlijk straatbasketbal. Op het moment dat je spot, maakt niet meer uit welke culturele achtergrond je hebt. Iedereen is gelijk. Het mooie is dat de jeugd die hier bij streetbal elke vrijdagavond meedoet, langzaam van overlast geven is gekomen tot meehelper om het probleem op te lossen. Ik zat vaak wel bij het groepje jongeren die altijd rongen. Maar ik was altijd wel degene die als eerste een stapje terug deed en die dus niet meeging met vernielingen, etc. En toen kwam Benny met het idee van wil je een keer mee basketballen, met training, mee gaan doen. En zo ben ik hier opgegroeid. Verantwoordelijkheid is heel belangrijk. Vertrouwen met jongeren is helemaal belangrijk, want heel veel mensen wantrouwen die jongeren. Want het woord hangjongeren, die hebben zij zelf niet bedacht. En ik denk dat die positiviteit, dat is van hele grote invloed. En dat ze samen, je moet het toch samen doen en als je ze vertrouwen geeft en wat meer eigenaarschap, dat je ze echt meeneemt in het avontuur, zou ik bijna willen zeggen, maar meeneemt in het hele verhaal en je geeft ze echt verantwoordelijkheden, taken en een stukje eigenaarschap, dan is er heel veel mogelijk. Het mooie van streetbal, het mooiste principe van streetbal is dat iedereen gelijk is. Er is geen verschil, er is geen leeftijdsverschil, er is geen geslachtsverschil, er is geen cultureel verschil. Iedereen is gelijk en dat is eigenlijk de grote kracht van streetbal.